Hier, en op uw vrijheid toch achter die op die woorden van professor Onken, Leuker. Want dit is precies wat ons kan zeggen van president Kruger. En het is misschien meer als wat ons in hem gezoeken. Hij zei, eerst als ons, in die godsdienstige centrum van zijn wijze, namelijk van Cromwell, indringt, kan de mens die toegang tot zijn geheimenis ontsluit. En alleen, wanneer een mens hier die centrum als echt en louter erkent, zal een mens die grootheid van hier die gestalte kan begrijpen. Verder zei hij, ook in die vertrouwelijke briefwisseling met zijn vrouw en kinders, gaan elke ervaring van hem en elke mededeling puur die besef dat hij onzichtbaar door God geleid wordt. Diezelfde geldt van al zijn persoonlijke uitspraken. Geen heugelaar kan zo praten, zei Onken. Verder zei Cromwell, lees die Bijbel niet als theoloog niet, maar als vrome leek wat voor zijn daden en leven die vingerwijzen van God zoekt. Tot zijn laatste parlementaire redes. Kom altijd weer, tot in die laatste parlementaire redes, kom altijd weer die gedachte terug. Ik heb hier die dingen niet gezoekt. Waarlijk, ik is daartoe door die Heere geroepen. Cromwell heeft dan ook inderdaad dit besef, dat God hem uitverkiezen en ook zijn volk ver een bijzondere taak. Maar wel, dit is viering en inslag ook bij Kruger. Ik heb zo bij het voorrecht gehad om met hem te gezels, vooral in die drukke, in die zware druk voor die oorlog en in die oorlog, in die kritieke ogenblikken van zijn leven. Maar hij heeft altijd uit die schrift gepraat en heeft altijd laat voelen dat hij en zijn volk een goddelijke roeping heeft, dat hij ten opzichte van Afrika grote dingen moet doen. En nou is het wel zo, dat wij van die grote dingen bleek nog niet. Maar president Kruger heeft het als echt en waar ervaren op grond van Gods woord. En zoals Carlyle dan ook zei, wat is heerlijker dan om die wet van God weer te laten herleven in een natie. Terwijl dit was die strieve gewies van Cromwell in Engeland. Van Gustav Adolf in Zweden, van Kuiper en Koelein in Nederland en ook van Kruger in Zuid-Afrika. Ons volk is dan ook nog geroepen tot daar die grootdaden. En niet alleen ten opzichte van Zuid-Afrika niet, maar van die ganse continent wat ons bewoont. Niet maar net daar die één groot ding wat die voortrekker uitgevind heeft. En wat hij geproclameerde, en wat u nergens op die aarde zo aantreffen, dit, geen gelijkstelling, wat een machtige wapen is dit, tot opheffing en instandhouding en verduurzaming van die blanke beschaving, niet alleen in Zuid-Afrika niet, maar op die ganse continent. En dit is die grote gedachte wat Kruger gedraagt, God het mij uitverkiezen. En mijn volk uitverkies om die wereld tot een zien te wies. Om zijn wet in die wereld in te dragen. Om hier die leven te maken tot een godverheerlijkende leven. Daar is die voetstuk wat ons Kruger op moet plaats. En als ons hom niet kan plaats op daar die voetstuk die graag de Midden-Afrikaners. Laat Kruger dan maar liever varen. Dan zal zijn beeld niet op een voetstuk staan, maar dit zal net nou onder die stof toeraken. En dit zal onder daar die stof vertrapt worden, zoals het bije beelden, prachtige beelden in die oosten gezien het, wat onder puin en stof raakt. Maar, president Kruger het gelieve uit zijn Statenbijbel, ons het onder ons
400.000 Afrikaanse Bijbels. En laat ons nou kruur stel op daar die grondslag. En zien op daar die grondslag. En laat ons ons ganse natie daarop plaatsen. Niet op één groot blok goud. Daar kan een mens in Johannesburg opbouwen. Maar niet een Afrikaanse natie. Laat ons. Waar die één beginsel dat ik genoemd heb. Geen geleedstelling is meer werd als al die goud van hier die hele omtrek. Maar laat ons dan die natie op daar die 400.000 Bijbels grondvest. En dan zal gebeuren wat Paulus geschreven heeft aan die Galaten. Hij heeft wel hulle geschreven aangaande die Judeërs. Dat die Judeërs, toen hulle van zijn bekering, van Paulus' bekering hoort, het hulle God verheerlijk in hom, in Paulus. Wel, als dit bij u die geval is, zal ons God verheerlijk in Paulus. En ons zal God verheerlijk in die Afrikaanse natie. En dan zal ons nog een groot roeping hebben voor die hele continent van Afrika. Laat ik toch nog besluiten met die kort woord. Die karavane wat in Noord-Afrika ingetrekken met die kostbare schatten. Hulle het niet die nachtverdrijvers geweest van Noord-Afrika niet. En die karavane van loopers wat ingetrekken in Midden-Afrika met die kostbare, fijne, oosterse handelswaar en daarvoor een ruil geniemd goud en zilver en elpenbeam die voor en houtsoorten, kostbare houtsoorten. Hulle was niet die nachtverdrijvers van Afrika met al hulle schatten. Wie was dit? Het was die trek van boerenbaas wat anders schatten draagt. En wat is daar die anders schatten? Ik heb het in die dichtreels kort zo opgezomd. Die heilige boek als leider. Bijbel is die leider. Die zwaar als hulpbevrijder. Alleen om te bevrijden en niet te veroveren. Geen duimgrond heeft ons gevat, heeft president Kruger aan Lord Derby in Engeland gezegd. Die zwaard als een bevrijder. Dan, daarom. Een wildheid. En dit was nog nooit bij een andere expeditie of trek gezien. En daarom was die trek een trek. En niet maar een kolonisatieschema. En die wildheid eindeloos. En moeder met haar kroos. Verder een schat. Van hoe ziede, taaiheid en tienhiede, hoog voor, dat is waar president Kruger zijn lieve voor geworsteld, hoog voor die vrijheidshoop en Afrika gaan ook die trek van boerenwals, wat anders schatten draagt. Hel was die nacht verdrijver van jouw Groot-Afrika. Dank u.